maken is geen locatie aankondiging, maar een studio aankondiging. We zijn hier in de studio waar de films van Unreal gemonteerd worden. En de film die je nu gaat bekijken is opgenomen in Herz van Raad, even over de grens bij Kerkrade. En we zijn daar velerlei treinsoorten en locomotiefseries tegengekomen. Zeg, blijf kijken, want het wordt weer prachtig. En onze eerste trein van deze dag wordt getrokken door de blauw-beige 110-479. Het is een naverkeerstrein vanuit Mönchengladbach met eindbestemming Aachen Hauptbahnhof. De periode dat deze film opgenomen is, 1994 en 1995, was er net de overgang in kleurstellingen bij de DB. Zo zien we hier een 6-assige 150 al in het nieuwe DB rood, weliswaar met een slapper. En komt hier een Nederlands trots aan, de regionaalbaan uit Aachen met eindbestemming Heerlen. En deze treinen rijden een heel aparte cadans, namelijk een anderhalf uur dienst. In Herzogenrath was men toen ook nog druk met rangeren. Naast de DE2 zien we een kolentrein staan die zo aanstonds richting Merkstein gaat. Hier nog een 290 op het emplacement. De 110, 162 in het blauw-beige met de oorspronkelijke lampen. Dat zien we hier ook weer bij deze 110 op deze front. En de achteroplopende front gaat al de gescheiden front en sluit zijn. Dat was waarschijnlijk het gevolg van een reparatie aan de locomotief na bordschade. Vanuit het toenmalige depot Aachen West komt deze 215, die hier de lege kolentrein naar Merkstein komt opduwen. Deze lok zal de beladen kolentrein ook weer mee terugnemen, vandaar dat deze lok zo meteen helemaal vastgekoppeld wordt aan de trein. Wat eigenlijk niet noodzakelijk is als het alleen maar om opduwen gaat. Interregio, vanuit Aachen naar Leipzig. En de interregio's die stoppen niet in Herzogenrath. De machinist maakt de lok vast aan de trein. Veiligheidsvesten en veiligheidsschoenen. Ja, die bestonden waarschijnlijk toen de tijd nog niet. Vanuit Aachen komt weer een regionale trein binnen met bestemming Mönchengladbach. Het gaat hier om de zogenaamde Bugelfalte 110. De iets meer gestroomlijndere versie van de kastenopbouw is dat.
en de zuivelingen in het mintgroen. Hier is het tijd voor de kolentrein om te vertrekken naar Merkstein en gaat behoorlijk bergop vanuit Herzogenrath. Tegenwoordig wordt deze lijn gebruikt door de Euregiobaan. Vanuit Bochum komt hier de opentrein richting Antwerpen-Orderen, getrokken door een DR-143 tot in Aken-West. En vandaag gaat het verder met Belgische tractie naar Antwerpen. Werktreintje, zogenaamde Dresine. En twee treinen die vrijwel tegelijkertijd vanuit Herzogenrath richting Aachen Hauptbahnhof gaan vertrekken. Rechts de regionale trein uit de richting Mönchengladbach en links de DE2 uit Heerlen. We vonden toenertijd vreemd dat een van beide treinen toch niet echt veel passagiers aan boord had, hier vanuit Herzogenrath gezien. Tja, is eigenlijk ook niet zo verwonderlijk. Als ze tegelijkertijd vertrekken hier met Herzogenrath. Deze machinist maakt even de sluitseintjes aan. Een kwestie van een teken van herkenning van het Eurorails team. En als het blok vrij is, richting Koolscheid, dan vertrekt ook de DE2. En dat gebeurt hier. De DE2 is snelaan vervangen geworden door materieel van het type DM90 en weer later door DB Talenten, in eerste instantie van de serie 644, de diesel-elektrische variant, en daarna kwam de 643.2, de diesel-mechanische variant. 110 met een nieuw rood jasje. Door een toenertijd qua lengte een gebruikelijke trein. En de DB nam de serie 143 van de DR ook over en zette ze hier rondom Aken vooral in het goederenverkeer. Dat zien we ook hier. En toen de splitsing eenmaal een feit was tussen DB Baan en DB Schenker, toen dan nog DB Cargo geheten, verhuisden de 143ers naar DB Regio. Hier een rijtuig in de Deutsche Reichsbahn teleurstelling. En weer een DE2 naar Aken. Daar komt het Interregio, met bestemming Leipzig vanuit Aken, getrokken door een 110, 110-500
in de prachtige TE-kleurstelling gestoken. Daar komt de hoekenpaktrein vanuit Neuss, getrokken door een groene 140. Deze trein reed vroeger via Dalheim, Vlodrop en Roermond richting Weert en dan verder naar Budel en Hamond. Zo richting Antwerpen. Tegenwoordig gaat het via Aken West. Inmiddels is het wat tijd voor de DE2 om te vertrekken richting Aken-Hoppenhof. Voor de coulissen van de Burcht van Herzogenrath. Gaat deze DE2 beginnen aan de klim richting Kolscheid. Vanuit Aken West komt een hele korte goederentrein met een flinke stevige tractie ervoor, een 140, voor één wagon. Deze samenstelling is zo geknipt om op de modelspoorbaan na te bootsen. En de 140 is nagenoeg in de afleveringstoestand. Dan komt hier een bedevaartstrein naar Dortmund. Deze trein heeft in Aken kop gemaakt en is afkomstig uit Lourdes in Zuid-Frankrijk. Meteen achter de lok is een SNCF hospitaalrijtuig te zien. Dan een bagagewagen in de toenmalige nieuwe kleurstelling voor bagagewagen. Behoorlijk lange trein. Zien jullie het koersbord? Zonderzug Dortmund, Lourdes, Dortmund. Een motorwagen uit de serie 701. Voor bovenleiding, inspectie en reparatie. Te maken met een voormalige Chineboes uit de serie 798. En het gele jasje staat dit wagentje ook zeer mooi. Blauw-beige 140. Moet wachten totdat dit zusje met haar containertrein een flink stuk richting Kolscheid opgeschoten is. En dan mag zij ook erachteraan vertrekken als losse lok. Met een beetje vuurwerk aan de bovenleiding. Vanuit Aken komt deze 215 met een spiksplinternieuwe IRM voor de NS. De NS-treincel is gebouwd bij Talbot in Aken. En wordt nu overgebracht naar Nederland. De diesel van de serie 215 blijft slechts tot Herzogenrath voor deze trein. Vanuit Herzogenrath zal deze trein verder gesleept worden door een 6400. Van, ja, toen was het nog gewoon NS.
Zometeen zal de 215 afgekoppeld worden. In de tussentijd hebben we weer een 110 hier in de TE kleuren. En deze locomotief hoeft zich niet echt moe te maken voor de twee rijtuigen die ze meeneemt. Het laatste rijtuig die mag eens even op een kuilwielenbank terecht. Ze heeft een beetje last van een vlakke plaats. Daar komt ook de 6400 binnen vanuit Heerlen. Hier zien we haar staan. En de DE2 die gaat nog eerst richting Heerlen. Vanuit richting Mönchengladbach komt deze 110 met nog 3 echte zilverlingen aan de haak. Treinstel 8203, een drietje. Op de lijn richting Merkstein wordt er gerangeerd hier door dit kufje met een wagon met kolenstof. En wederom zo'n super lange trein, getrokken door een 110. En deze 110ers waren vroeger bekend in de serie 112. Maar toen er ook een Deutsche Reichsbahn serie 112 was, is voor deze oplossing gekozen om dubbelingen in de nummering te voorkomen. Dan mag nog een keer de DE2 uit Heerlen binnenkomen in Herzogenrath. En dan is het zover, dan komt de 6400 met de 8203 aan de haak richting Heerlen. Heel apart om dit zo te zien. Hier zien we de DE277, genaamd naar Will Obbens. Tractieopzichter uit Heerlen. En dit treinstel heeft zijn voornaam Wil gekregen.
Het is wel zover dat er een IRM afgeleverd gaat worden aan de NS. En ditmaal getrokken door een Rode 215. De hele benaming was toen DDIRM, dubbeldekkers interregio materieel. En met deze beelden van dit nieuwe materieel is deze aflevering van EuroRails bijna ten einde. Bedankt voor het kijken, graag tot ziens bij een volgende aflevering van EuroRails.